In de sector is het gewoon een gegeven dat de bestaande infrastructuur meer en meer voor 100% belast wordt, zelfs meer dan 100%. En om de energievoorziening betrouwbaar te houden, moet er gedigitaliseerd worden. Wij van Sprecher Automation houden ons bezig met het bewaken, besturen en beveiligen van het transport- en distributienetten die de ruggengraat vormen van onze elektrische energievoorziening. We hebben in Nederland distributienetbeheerders en onze transportnetbeheerders als klant. En wij hebben ook de grootste spoorwegbeheerder van Nederland als klant voor de tractie- energievoorziening, zodat er spanning op de bovenleiding staat en dat de treinen kunnen rijden. Wij hebben producten zodat zeg maar, de conditie van de hoogspannings- en de middenspanningsstations, de transport- en distributiestations, op afstand kunnen worden gemonitord. Dat ze op afstand kunnen worden bestuurd en dat ze worden beveiligd. Op het moment dat er bijvoorbeeld calamiteiten zijn in het hoog- of middenspanningsnet, dan is ook meteen vast te stellen wat de oorzaak van deze calamiteiten is, waardoor dat de leveringszekerheid wordt verhoogd. Digitalisering is heel belangrijk voor ons, omdat anders het net niet betrouwbaar en goedkoop betrouwbaar te houden is. Ondanks onze sterk stijgende exportquota produceren wij nog steeds uitsluitend in Oostenrijk. Wij zouden net als andere bedrijven ook in het Verre Oosten kunnen produceren. Maar voor ons is belangrijker dan de winstmaximalisatie, de betrouwbaarheid en security en vooral de IT-security van onze producten. Die kan alleen gewaarborgd worden met goed opgeleid personeel en naleving van Europese en internationale richtlijnen. Wij zien de toekomst rooskleurig tegemoet. De energietransitie is nog maar net begonnen. Om de energievoorziening betrouwbaar te houden, moet er efficiënt gedigitaliseerd worden. Ja, en de combinatie van onze producten, onze kennis, onze klantnabijheid en onze flexibiliteit geeft ons zeer goede kansen.